3:15. Na nog geen 4 uur slaap is het tijd om op te staan. Het is vandaag de 22e dag in de Javastraat en het is een hele speciale dag. Want vandaag om 7 uur 's ochtends is de eerste Java donderdagochtend bootcamp sessie. Woehoe! Yeah! Oké! Okay. Speciaal voor mijn logees had ik keihard het nummer opgezet van Europe, The Final Countdown. Ah, nee! Ah. Ze waren meteen wakker en in de mood. Alleen, we waren alsnog wel wat laat. Maar gelukkig had Pascal, de co-host van de vorige vlog, een Orbit 2.0. En dan zou je misschien denken, wat is een Orbit 2.0? Nou, dat is een scooter. Java. Deze jongeman blijft 1 jaar lang in zijn straat. De Javastraat in Amsterdam-Oost. De mooiste straat van de Oranje. Let's do this, man. En daar waren ze dan, de Bootcamp Brothers. Ik heb serieus de hele nacht gedroomd over die bootcamp. Tijd voor actie. Nou, dat was de bootcamp. Heerlijk. En de bedoeling van 7 uur 's ochtends is dat je daarna gaat werken. Maar ja, tenzij je een uitkering hebt. Yo! Zoals deze jongens, dus die gaan weer pitten. Ik heb nu een cursus om een vertrouwenspersoon te worden. Ik heb geen idee wat me precies te wachten staat en of ik wel kan filmen en hoe. Wat voor mensen daarop afkomen. Ik kon dus niet filmen binnen vanwege de privacy van enkele deelnemers. Begrijpelijk, geen probleem. Het was tof, er waren echt een stuk of 15 deelnemers. Enorm diverse groep. Allemaal mensen die er ook willen zijn voor mensen die problemen hebben in de buurt. Dus dat was enorm vet. Nou, binnen mocht ik niet filmen, dus ik heb even mijn buurman, buurvrouw gevraagd. Orfeo en... Hoi. Saïda. Saïda. Nou, wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond het wel goed. Het is een kennismaking geweest, dus nog wel echt het begin. Maar je hoort nu al wel verhalen van mensen en je gaat toch al meteen anders tegen mensen aankijken dan als je ze alleen maar ziet. Dus dat vond ik wel eerste kennismaking top. Nou, wat vond je ervan? Vond je het gezellig? Ik vond het interessant en gezellig. Leuke groep. Diversiteit aanwezig, vind ik altijd belangrijk. Nou, wordt vervolgd, want dit is nog 8 weken of zo. Ja, nog 7 keer hierna. 7 te gaan, ja. Oké. En jullie blijven dan komen of niet? Ja, ik blijf zeker wel komen. Oké. Nou, leuk, gezellig. Ja, sorry dat ik dit zo beroerd heb gefilmd. Ik ben de laatste tijd een beetje aan het experimenteren met hoe conversaties te filmen. En deze keer dacht ik, hey, ik doe het gewoon helemaal selfie-stijl. Maar ik heb totaal geen terugkijk op deze camera, dus ik zie helemaal niet wat ik aan het doen ben. En ik denk toch dat ik het gisteren beter vond gaan met Martin van de Geveltuintjes. Nou, toen ik terugkwam van de cursus kwam ik thuis en het zag er allemaal super netjes uit. De boys zijn verdwenen. Maar branies als dat ze zijn, hebben ze dus gewoon overal hun sporen achtergelaten. Zo vond ik opeens een been in mijn bed. Hebben ze een geslachtsdeel op mijn appel getekend. Zonnebrillen in de lamp, foto's in de koelkast, foto's in mijn kokosbrood, kuppensoep achter mijn lamp, een hond in de kast en, als kers op de taart, een drol in mijn aquarium. Moet je eens kijken hoeveel ik dit op prijs stel. I lay you down on a bed of roses. Op het Indische Buurtfestival, vlog nummer 3, sprak ik Bram. Bram heeft samen met zijn vrouw Angela een bloemenzaak op het Javaplein. En hij zei van, joh, op donderdag... Op donderdag kwamen er heel veel bloemen binnen. Er gebeurt een hele hoop. Er komt een hele auto vol met bloemen die allemaal schoongemaakt moeten worden. Allemaal schuin afgesneden moeten worden. En... kom maar helpen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. I've got the flower! En als je vragen hebt, als je maar gewoon blijft praten en ademen en het zijn nogal scherpe mensen. Ja, precies. Oh god, Bram. Daar gaat
gaat hij al. En ik moet zeggen, dit was de eerste keer in mijn leven dat ik ook maar iets deed met bloemen. En het werkte best wel ontspannend eigenlijk. Maar dat kwam misschien ook omdat ze op de radio allemaal 90s classics draaiden. Hallo! Zit je nou te kijken en weet jij hoe deze bloem heet? Reageer dan snel, want de eerste reactie die de juiste benaming van deze bloem heeft, weet, die kan gratis zo'n bloem komen ophalen hier in deze zaak. Chill, ik heb een bloem meegekregen voor mijn quality time met mijn vriendin vanavond. Daar deed ik het natuurlijk voor, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Kijk eens even, Jod, ik wil jou met een bloemetje. Ja. Dit is leuk, hè? Moet ik niet leuk doen. Nou, bloem aan mijn vriendin gegeven. Hartstikke blij met de bloem. Niet zo blij met de camera op haar gezicht. Een camera en mijn vriendin, dat is nogal spannend. Sowieso het hebben van een relatie en een jaar lang in je straat zitten terwijl je vriendin twee straten verderop woont, is nogal ingewikkeld soms. Nou, dit was hem voor vandaag. Ik ga de bloemetjes buiten zetten. Tot morgen. Hey, wat lachen jullie nou? Een echte bootcamper draagt zo'n broekje.